Garnalenkroket. En een patatje met. Is het lekker? Ja. Goeie friet? Geen poederfriet in ieder geval. Wat is poederfriet? Nou, dan drogen ze aardappelen en dan persen ze die poeder in een vormpje. En dan wordt het friet. Wordt dat in Nederland verkocht? Poederfriet? Niet meer zo. Maar dat was het wel. Vreselijk. Hè, dit is ook helemaal niet ongezond. Want dit is niet echt vet gezogen. Nee. Je hebt natuurlijk een hele hoop diepvriesfrieten en andere dingen. En die gaan dan zo die bak in. En dat heet de vet. En dat zuigt zich helemaal vol met olie. Hoe ben je ooit in die horeca terechtgekomen? Nou, ik mocht niet naar de toneelschool. Jij was, mogen we wel zeggen, de allereerste televisiekok in Nederland? Nee. Nee? Was Ria van Eindhoven. En dan zeg je, we hebben toch koude paprika plakken. Hoe ben jij groot geworden? Door hoe ben jij op de tv gekomen? Door mezelf. Nou, doordat er wel iemand was die dacht, want dat gaan we leuk op AT5 doen. Ja. Elke dag 5 minuten. En dat scheen zo leuk te zijn. Moet die hele zak leeg, ja. Hè? Nou ja, als je honger hebt. Het is net even niet gegeten. Nou, honger hebben we nooit, maar nee, je hebt het is wel mijn ontbijt. Is die, ja? Ja. Nou ja, prima toch? Nou, niks dan wel. Nee. Waar kunnen ze je s'nachts voor wakker maken? De meest gewone dingen. Zoals? Nou, ik vind het maken van een gehaktbal altijd nog heel spannend. Prakken, prakken, prakken. En prakken, dat leer ik de mensen hier in huis, is niet aaien. Zeer lekker. Ik ben ook heel erg dol op yin-yang. Het is krokant en zacht. Kroketten kun je me van wakker maken. De ultieme lumpia. En waar moet die uit bestaan dan? Wat moet erin zitten? Kool. Kool? Witte kool. En? Absoluut. Nou, tarwe, selderij, een beetje vlees. Je bent vorig jaar weer geopereerd? Ja. 5 bypasses? Ja. Nou, dat was even schrikken. Ben je veranderd daardoor? Ja. Ja? Je denkt toch ineens van... je bent toch verwond, je bent litteken, laat ik het zo zeggen. Ben je bewuster nu bezig met je gezondheid en wat je eet daardoor? Probeer ik. Ja, maar friet moet wel zout hebben, hoor. Je bent nu... 74. 74. Ziet er goed uit voor je leeftijd. Goed leven. Ik zeg, je eet als een man van 16. Discipline. Heb je dit voor kroket? Garnalenkroket. Hou je daarvan? Ja. Rood of wit? Bij zo'n kroket zou ik altijd wit drinken. Chardonnay? Nou ja, Chardonnay, dat vind ik zo'n hoerige wijn. Oké. Okay. Alles is tegenwoordig Chardonnay, dat is natuurlijk veel meer. Viognier. Oh.